Kamerlid Carla Dick-Faber van de ChristenUnie heeft woensdagmiddag de konijnenhouderij van Sander Tuitert in Gelselaar bezocht. Het is voor mij echt de allereerste kennismaking met de konijnenhouderij. En wat me opvalt is dat er echt heel veel aandacht is voor het dierenwelzijn. Het werkbezoek volgt na uitnodiging van vakgroepvoorzitter Arie Kool. Er wordt heel veel over de sector gepraat door mensen die de sector eigenlijk helemaal niet kennen. En daarom vinden wij het heel prettig dat de Tweede Kamer ook naar ons toe komt om zich te laten informeren en hier kennis op te doen over de sector. Dick-Faber geeft aan dat zij de kennis die ze heeft opgedaan tijdens het werkbezoek kan gebruiken bij het voeren van het politieke debat. Ik ben hartstikke trots op deze sector. Wat ik heel mooi vind is dat de sector het dierenwelzijn op zo'n hoog niveau heeft kunnen brengen door initiatief van de sector zelf. Ze hebben in 2006 tegen elkaar gezegd van nou, dit is het plan waar wij in 2016 willen staan. Dus echt een 10-jaar plan en daar hebben ze met elkaar aan gewerkt. En dat betekent dus dat nu de hele sector een bepaald niveau van dierenwelzijn heeft.